Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video voor de voorspelling voor de maand augustus 2015 per sterrenbeeld. Mijn naam is Esther van Heerbeek. Je kent me waarschijnlijk van de tarot dagkaarten die ik in juli gepubliceerd heb. Maar deze maand wil ik het anders gaan doen. Ik wil namelijk een voorspelling voor de hele maand doen. Je inzicht of advies geven, maar dan per sterrenbeeld. Dus per sterrenbeeld leg ik 3 tarotkaarten die jouw inzicht, advies of inspiratie geven voor de komende maand. En daarnaast trek ik ook nog per sterrenbeeld een inzichtkaart die eigenlijk nog de puntjes op de i zet voor die voorspelling voor deze maand. Dus doe er je voordeel mee en vind je deze video's leuk of heb je er iets aan gehad, dan hoor ik dat heel erg graag. Nou gaan we snel verder naar jouw voorspelling. Hallo stier, voor jou zijn er natuurlijk ook 3 kaarten deze maand augustus van belang. En de eerste kaart die voor jou ter tafel is gekomen is de grote arcana kaart 14, gematigdheid. En dat geeft mij al heel duidelijk weer dat je in het begin van deze maand augustus 2015 bezig bent met opnieuw de balans te vinden in jezelf en in je leven. Het kan zijn dat je in juli heel hard hebt moeten werken, heel veel hebt moeten regelen, met heel veel dingen bezig bent geweest. En nu is het gewoon even tijd voor pas op de plaats. Het kan zijn dat je nou vakantie krijgt, dat je wat meer tot rust kunt komen. Het is in ieder geval heel erg belangrijk dat je dat ook gaat doen. Dus dat je jezelf niet meer voorbij rent en dat je je innerlijke balans weer weet te herstellen. Nou, aan het eind van de maand is de koningin van zwaarden, wat aangeeft dat naarmate de maand vordert, dat je op een gegeven moment op een punt komt waarbij je een knoop gaat doorhakken. En niet zomaar een knoop, het is je gaat iets loslaten of je stopt ergens mee, waarbij je eigenlijk een betere weg voor jezelf inslaat. Je gaat dus eigenlijk, om het zo te zeggen, beter voor jezelf zorgen. En die ervaring die je voor deze kaart hebt gehad, dus dat voorbij jezelf voorbij lopen, het te veel willen, het te veel doen. Ja, daar leer je van, of daar heb je van geleerd. En ja, je bent tot de conclusie gekomen, tot het besef gekomen dat je het eigenlijk op een andere manier moet gaan doen. Wil je er op een gezonde manier verder dit najaar met jezelf in het reine komen en verder kunnen? Nou, welk advies of inspiratie is daarbij belangrijk? Of welke handreiking zou ik beter kunnen zeggen? Nou, heel belangrijk bij deze kaart, boodschap voor jou dus in augustus, zet jezelf niet in de kou. Sta niet alleen maar voor anderen klaar. Ben niet alleen maar met de belangen, wensen, behoeftes van anderen bezig. Maar zorg ook dat je zelf aan je trekken komt. En dan bedoel ik ook van luister naar je lichaam. Luister naar de signalen van je lichaam. Zodat je jezelf niet meer tekort doet. Er is ook veel meer hulp dan jij altijd inschakelt. Maar dan moet je wel aangeven dat je hulp nodig hebt. Of dat je daar behoefte aan hebt. Maar zorg ervoor dat je op dat punt komt dat je in balans komt deze maand. He, daar krijg je ook alle gelegenheid toe. En zet jezelf daarbij eens een keer voorop. Als stier heb je nogal eens de neiging om heel dienstbaar te zijn naar anderen. Maar zet je in dit geval voorop. Hè, zorg ook voor je eigen belangen, behoeftes, verlangens. En dan kun je aan het eind van de maand dus heel goed een knoop doorhakken. En een andere manier van doen gaan neerzetten. Daar hoort natuurlijk ook een inzichtkaart bij en die sluit eigenlijk deze voorspelling voor augustus af. En de kaart die ik daarbij getrokken heb is, door trouw te zijn aan mijzelf, groeit mijn zelfliefde. Dus dat is een heel mooi inzicht voor jou, wat heel mooi aansluit bij dit verhaal. Als jij goed naar jezelf luistert, goed in contact bent met je innerlijk en weet wat te veel is en wat je juist heel erg behoefte aan hebt en je doet daar ook iets mee, ja, dan kom je veel meer in de zelfwaardering te zitten. Dan ben je veel liever voor jezelf en dan zorg je ook veel beter aan jezelf. Dus zorg deze maand dat jij vooral weer trouw wordt aan jezelf. En dan ga je je fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel weer een stuk beter voelen. En dan sta je veel meer in jouw kracht.
Ik wens je heel veel succes met de adviezen en inspiratie die ik je heb gegeven in deze video. Ik wens je een hele fijne maand augustus toe. En ja, vind je dit leuk? Heb je hier iets aan gehad? Dan zou ik het heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal, mij liked op mijn Facebookpagina. Of ja, misschien het overweegt om een cursus of een workshop tarot of astrologie te gaan volgen in mijn praktijk. Nou, meer informatie over mijn werk, over de tarot, astrologie en numerologie kun je allemaal vinden onderaan deze video. En ja, ik hoop je dan heel snel op wat voor manier dan weer terug te zien. Bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag een volgende keer weer terug. Tot ziens!